Goedenavond iedereen. Welkom bij deze derde lezing in de serie van grote natuurkundigen. En vanavond gaat het over Richard Feynman, die volgens onze spreker vanavond gerekend moet worden tot de grootste natuurkundige aller tijden, maar die denk ik zonder enige discussie van wie dan ook erkend zal worden als een van de allergrootste natuurkundigen ooit. Niet alleen was hij een gigantisch grote natuurkundige, een hele belangrijke natuurkundige, hij was ook een uitermate kleurrijke persoonlijkheid die zeker zijn best gedaan heeft om heel veel prachtige verhalen achter te laten die in ieder geval het imago van nerdish scientist niet veel goeds hebben gedaan, want ze zijn het tegenovergestelde. Feynman is over het algemeen waarschijnlijk ietsje minder bekend bij het grote publiek, maar zeker bij degene die sterrenkunde, natuurkunde en wiskunde hebben gestudeerd, behoort hij gewoon absoluut tot de basis. Je begint je natuurkundeopleiding met de Feynman Lectures on Physics. En ik denk de Feynman Lectures on Physics zijn zonder meer het beste boek voor natuurkunde, om leerboek van de natuurkunde, dat nog steeds bestaat. Je kunt het gewoon van A tot Z lezen en met rode oren genieten van de natuurkunde. Zoals ik zei, over Feynman zijn er heel veel verhalen. Hij heeft natuurlijk enorme bijdragen geleverd aan de natuurkunde. Hij heeft voor de kwantummechanica een totaal nieuwe formulering gevonden in termen van padintegralen. Geleid hebben tot rekenregels, of die bestaan uit rekenregels, die nu de basis vormen van de hele moderne hoge energiefysica en in feite van het grootste gedeelte van de moderne natuurkunde. Dit ging niet altijd zonder slag of stoot. Er zijn verhalen bekend over dat niemand minder dan Niels Bohr vond dat Feynman de Nobelprijs daarvoor niet zou verdienen, maar dat was een totaal gekleurd standpunt wat voorkwam uit het feit dat Feynman in feite een andere kijk op de kwantummechanica gaf. Ik denk dat vanavond onze spreker dit het beste kan verwoorden. Onze spreker is professor Ad Lagendijk, universiteitshoogleraar aan de UvA en een zeer gerenommeerd natuurkundige, Spinoza-prijswinnaar uit 2003. Hij is zelf heel erg bekend voor lichtverstrooiing in verstrooiende media, zowel wat betreft theoretische als experimentele bijdragen heeft hij dat echt van de grond af getild. Hij zelf voert al jaren een campagne om Feynman uit te roepen tot de grootste natuurkundige aller tijden. Dus wie kan dan beter vertellen wat de redenen achter deze verkiezing zouden moeten zijn? Dit leidde onder andere tot de context van een competitie tussen vijf personen die genomineerd werden als grootste natuurkundige aller tijden. Maar ik denk dat ik het aan onze spreker van vanavond laat om te vertellen wie uiteindelijk als winnaar van het grote publiek is gekozen, maar wie hij dan zelf als de grootste natuurkundige beschouwt, lijkt geen twijfel. Dat is Richard Feynman. En ik laat het woord nu aan professor Ad Lagendijk. Dankjewel. Ja, in de eerste plaats heel erg bedankt voor de uitnodiging. Daar ben ik heel blij mee om dit aan u te kunnen vertellen. Of ik nou wel de juiste persoon ben om het te vertellen, dat weet ik ook niet. Omdat ik wil vooral een actief natuurkundige zijn. En als je in de natuurkunde bezig bent, dan hou je je niet zo bezig met geschiedenis en wat hebben anderen gedaan. Dan ben je vooral bezig met wat je zelf gedaan hebt en wat je nog moet doen. En dat wil zeggen dat maar ik heb een jaar of acht in België gewerkt, 9 jaar in Antwerpen. En een van mijn senioren daar, professor De Vreese, Jozef De Vreese, was een absolute fanaat fan van Feynman. En die kon ook niet, alles had met Feynman te maken als we ergens aan het eten waren, of alles was Feynman dit en Feynman dat. En dat heeft in ieder geval zijn sporen achtergelaten. Ik ga jullie vanavond iets vertellen over Feynman.
aan de hand gedurende mijn voordracht, dat zou je ook wel zien. Het gaat natuurlijk niet, en dat is een grote teleurstelling voor iedereen, het gaat niet over al die vrouwen van Feynman. Ik weet dat jullie dat allemaal erg interessant vinden. En dat zouden ze ook bij de Wereldraad door heel erg interessant vinden. Maar het gaat over voor een gedeelte over de inhoud, heel erg gepopulariseerd. Maar ik hoop toch wel zo gepopulariseerd dat jullie het gevoel krijgen van dat inderdaad we hier te maken hebben met een genie. Waar de voorzitter straks iets over zei, ik was inderdaad gevraagd om mee te doen aan een competitie over wie is de beste natuurkundige aller tijden. En ik ben natuurlijk zo'n eigenwijs verdrammerd van, dan ga ik niet voor Einstein kiezen. Dat doen we allemaal wel, dat vind ik gebrek aan originaliteit. Dus er waren 5 mensen en natuurlijk was er iemand die was voor Einstein, iemand was voor Newton, iemand was voor Christiaan Huygens en er was nog iemand, ik weet niet meer, en ik was uiteraard voor Feynman. En bij de stemming voordat was ik 4de of 5de geloof ik, Feynman. Maar na de stemming, na mijn verhaal, was ik 3de. Dus ik heb wel heel veel mensen overtuigd, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus dat is, ik haalde niet op de eerste plaats. En al die anderen waren tamelijk kwaad dat ik zo gestegen was. En ik was ook een beetje onsportief. Hè. Ik zei gewoon van, nou ja, Feynman is niet zoals Huygens een rijke luismannetje. Het is een rijke luiskind. Het is niet zoals Einstein die na zijn 30e niks weer gedaan heeft. Het is ook niet zoals Newton die alles achtergehouden heeft voor de concurrenten. Nou, als je zo je concurrenten te lijf gaat, dan beginnen ze wat meer gevoel voor jouw held te krijgen, laat ik het zo zeggen. Dus Richard Feynman, Amerikaan, zijn ouders kwamen uit Wit-Rusland. En dit ga ik vanavond vertellen. En ja, ik weet het, dat is veel te veel en je gaat vooral in slaap vallen. Dit is voor mij vooral bedoeld om jullie een gevoel te geven wat ik zo ongeveer ga vertellen. En hier komt Feynman als mens. Een beetje over zijn leven en een beetje over hoe hij in de wereld stond. Maar toch een aantal dingen van heel erg over Feynman's didactiek. Hier zal ik een 5 minuten lang geluidsfragment laten horen, waarvan ik vind dat het een briljante demonstratie is van zijn didactische kwaliteiten. Hij legt daar, wat hij zelf noemt, de behoud van energie uit. Maar hij legt het uit aan de hand van behoud van deeltjes. En hij neemt als voorbeeld Dennis de Menes, dat is ook zo'n klein, drammerig Pietje Bel jongetje, wat met blokken speelt. En het is echt, als je naar zijn accent luistert, en ik vind het echt fantastisch. En ik had al zelf ook zoiets gedaan, ooit. En door hem dacht ik, dat is echt de manier om het te doen. Dus en verder laat ik een stukje video zien. Niet omdat je dat helemaal moet, die video is een uur. Er staan heel veel video's op het net. Maar meer dat jullie een gevoel krijgen van wat voor persoon is het. Dus ik laat die video een paar minuten spelen. Niet om jullie iets te leren of dat jullie iets van hem leren. Dat zou best kunnen. Maar meer dat je een gevoel krijgt van hoe gaf hij eigenlijk les. Wie was Feynman. Verder ja, als je vragen hebt enzovoort. Ik heet Ad. Oké. Dus eerst over de beste natuurkundige. Hè. Dat is wat ik, dus de beste natuurkundige. En dat sommige mensen vinden dat echt, van mijn collega's vinden dit absurd, dat ik het voorstel. Zeker degenen die dan voor Einstein zijn of voor Christiaan Huygens vinden dit absurd. Maar ik denk dat ze zich niet realiseren hoeveel dingen die dagelijks in de natuurkunde en de scheikunde gebruikt worden, van Feynman afkomstig zijn. Dus als ik een taak heb vanavond, is het toch ook boven water te krijgen wat er nog van Feynman over is gebleven van de dingen die hij gedaan heeft. Tegenwoordig. Nou, groot in welke betekenis? Moet hij de meest populaire zijn? Moet hij bij de wereld draait door? Moet hij bij, weet ik veel, de belangrijkste individuele ontdekking? Nou, Einstein, algemene relativiteitstheorie. Dat was het. Of moet je kijken naar iemand met zijn grootste oeuvre, die tot op zijn laatste dag natuurkunde gedaan heeft? Hè? Of de meest geniale ontdekking. Nou, net de voorzitter al gezegd. De Feynman-pad integraal. Ik ga het een beetje aan u proberen uit te leggen. Is een absoluut geniale ontdekking.
beste rolmodel van vakgenoten. Hij was zeker een rolmodel, maar hij was ook wel erg pedant en eigenzinnig. En ik doe het op een andere manier. Dus, ja. En is hij nog steeds actueel in het vak? En ja, hij is nog steeds actueel in het vak. Je kan nog steeds boeken van Feynman leren. Sorry, je kan boeken van Feynman lezen, bestuderen, om natuurkunde te leren. Dat geldt niet voor Einstein en dat geldt niet voor Newton. Ja? En dat geldt ook niet voor Christian Huygens. Of gewoon Lazette de la Lumière. Er staan wel een paar goede dingen in. Van, nou, wie wil het volk? Ja, dat is, wie, wat, nou, dat is een stukje uit mijn presentatie. Het volk wil iemand die excentriek is. Nou, dat was Feynman zeker. Hij was zeker excentriek. Hij moet mediageniek zijn. Nou, Feynman was erg mediageniek. Rol als, dat vinden de media prachtig, hè? Iemand die dan een perpetuum mobile ontdekt en die dan voor de tv uitlegt dat al die natuurkundigen tegen hem zijn. Nou, zo was Feynman natuurlijk niet. Didactisch. Feynman was heel erg didactisch, maar wel ook eigenzinnig didactisch in de betekenis van hij moest het altijd anders doen als een andere deed. Dat kan wel eens heel vervelend overkomen als je het hebt geleerd als een ander het gedaan heeft. En dat je, dan kijk je van, ik haat deze foto, daarom zal ik hem zien. Dit is altijd misbruik maken van beta voor de reclames enzovoort. Nou, dit is wat men in Nederland, is wel eens naar gekeken, dit is de naambekendheid in Nederland buiten de natuurkunde van de wetenschappers. Van de natuurkundigen Einstein, Galilei, Newton. Nou, dat heb ik ook verteld voor wie kiest dan? Wie de beste natuurkundige is, daar heb je een vakjury voor nodig. Nou, dan weet je hoe dat tegenwoordig gaat, hè? Dan vraag je gewoon iemand van IJdels en dan weet je wel wie er de beste uitkomt. Goed, nu ga ik wat serieus, ga ik iets over de filosofie zeggen. Waarom de meeste mensen hier misschien wel een ander soort verhaal verwachten, of toch wel meer over het leven van Feynman verwachten, dat heeft te maken met die indeling in de filosofie, die ik nu aan u zal proberen uit te leggen. Wat vindt een leek interessant aan de natuurkunde? Ik bedoel niet jullie, want jullie zitten hier, dus jullie hebben al een belangstelling voor de natuurkunde. Maar iemand die op straat door een tv wordt geïnterviewd, wat vindt hij nou van belang? Nou, Einstein is een onwettig kind. Dat komt echt. Dat haalt de New York Review of Books, dat haalt alles. Ja? Dit is. Wordt nog steeds worden er boeken geschreven over de metresters van Einstein enzovoort. En die verkopen het ook goed. Ja? En niemand is hierin geïnteresseerd. Toch? Dat is een padintegraal. Dat is Feynman's ontdekking. Nou, ik wil hier wel langs gaan. Laten we gaan vragen. Maar ik vermoed toch. Ja? Dat is mijn punt. Hè? Dat de filosofie heeft er een naam voor, die ga ik zo aan je uitleggen. Hoe dit valt onder de context of discovery. En dit valt onder de context of justification. En de buitenwereld is geïnteresseerd in de context of discovery. Wat was de kleur van de sokken van Bohr enzovoort. Ja? Dus de context van de ontdekking en de context van de rechtvaardiging. Als je met filosofen praat, die maken ruzie, want die zeggen van, je kan het niet verdelen, er is overlap tussen. En zo gauw als de filosofen een indeling hebben gemaakt, zijn er weer andere filosofen die uitleggen dat die indeling niet klopt. Voor vanavond ga ik toch maar van deze indeling uit. Het heeft heel veel te maken met Karl Popper en Thomas Kuhn. En de meeste van jullie zijn, of niet de buitenwereld, zijn geïnteresseerd in de context of discovery. Hoe kwam die op het idee? Was Feynman gelovig? Ja, Bohr was helemaal een beetje alternatief. Dus die heel erg interessant voor mensen die alternatief denken. Dus bijna alles wat je in de kranten, in de media hoort, gaat over de context of discovery. De context van de rechtvaardiging, dat gaat over wat er in de wetenschappelijke tijdschriften staat. Wat wetenschap is, wat die ontdekkingen zijn. Dat is wat mijn vak is. Maar dat, ja, ik heb net die padintegraal laten zien. Je denkt van, Jezus, krijg ik dat de hele avond. Hè? In plaats van die andere dingen die ik veel leuker vind.
Nou, de context of discovery, dat is hoe is zo'n wetenschapper geïnspireerd? Ging hij naar de kerk? Je wilt weten wat zijn biografische gegevens zijn. Was het een gewenst kind? Noem maar op enzovoort. Kortom, dat is iets wat iedereen kan begrijpen. Nou, de context of... Oh ja, en dus wat ook nog erbij hoort, en ik heb helemaal niks tegen mensen die de geschiedenis van de natuurkunde bestuderen. Prachtig vak. En kun je heel veel dingen mee leren. En dat zijn ook heel veel mensen zijn daarin geïnteresseerd. Valt ook onder de context of discovery. Ja, wat is de sociologie van dat vakgebied? Hoe ontwikkelt het zich? Maar als ik er nu uit ga leggen van dat Feynman een briljante natuurkundige is, dan moet ik natuurlijk niet komen aanzetten met die O-ring in die vloeibare stikstof die hij voor de tv heeft gedemonstreerd. Ja, dat is natuurlijk... Dus ik moet toch iets gaan vertellen over Feynman en de context of justification. Dat ga ik ook proberen, maar ik waarschuw u alvast dat u gewapend bent. Ja. Nou, geschiedenis, nog een boek over Newton, ja. En nog een boek over Einstein, ja. En nou, ze staan er altijd... Ik denk dat je... Prachtig. Correspondentie van de meesters. Wat vond Einstein van de kwantummechanica? Belangrijk, ja. Wat geeft Einstein naar Bohr? Allemaal context of discovery. Ja, allemaal... En dit zijn hele... Dit is wat de meester schreef Einstein naar Roosevelt. En toen hij in Amerika zat en helemaal niks meer deed, toen heeft hij alleen maar brieven geschreven over ontwapening enzovoort enzovoort. Deze brief geeft hij naar Roosevelt. En dat vinden we allemaal ontzettend mooi. Er zijn hele bibliotheken vol met die brieven. Ja. Maar als je natuurkunde wil leren, dan moet je dat niet meer studeren. Dan moet je dit boek kopen van 1992, Quantummechanics. Ja. En dan leer je alles wat Einstein en al die kwantummensen gedaan hebben. Je moet vooral Einstein niet lezen. Nou, als ik dit zeg tegen sommige van mijn collega's, dan stijgen ze vreselijk. Maar toch is er geen enkele natuurkundestudent die nog boeken van Einstein leest. Het mooie van natuurwetenschap is, dat gaat zo snel vooruit, dat wordt zo goed begrepen, zo goed uitgelegd, dat je Einstein een dienst bewijst door hem niet meer te lezen. Hij heeft het zo goed gedaan, het is zo opgenomen in de kennis, dat dit in de nieuwe boeken staat en daar moet je het gewoon leren. De context of justification. Dus datgene wat in de vakliteratuur terechtkomt en na vele jaren nog overeind staat. Want ja, we hebben de laatste tijd heel veel discussies over fraude in de wetenschap. En dan wordt er altijd gezegd van ja, hoe kan het nou? Het is geaccepteerd door Nature. Het stond in Science, het stond in, weet ik wat, ons top tijdschrift is Physical Review Letters. Het stond in Physical Review Letters. Wat wij meestal zeggen is, als het in Nature staat, dan waren er in ieder geval 3 mensen overtuigd dat het goed was. Namelijk de auteur en de 2 referees. En dat is het ongeveer. Ja? Wat er getest wordt, is, als je zo'n artikel in, wat men test is van, voldoet het aan de regels? Je kan het allemaal niet nadoen, maar zit er een abstract bij, is het een beetje goed opgeschreven, is het logisch, zit er geen fout in, wiskundig, dat soort dingen, die test je allemaal, die check je als beoordelaar. Maar daarna wordt zo'n stuk in zijn tijdschrift gezet, en dan is het eigenlijk wat men in de internetwereld noemt een RFC, een RFC, een request for comment, request. Dan moet de wereld maar zeggen wat ze ervan vinden. En dat gebeurt ook. Want ik heb meegemaakt, dan publiceer je wat. En dan is het tamelijk goed. Dat gebeurt niet zo vaak, maar af en toe is het wel eens goed. En dan gaan al je concurrenten hun best doen om het onderuit te halen. En dat wil je. Als het dan na een paar jaar nog steeds niet onderuit gehaald is, dan begint het zo langzamerhand onderdeel van die context of justification te worden. Dan is het keiharde wetenschap. Dan is het inhoud geworden. Kortom, bijvoorbeeld de wet van behoud van energie. Dat is even, en dat gaat Feynman daar iets over vertellen. En dat is iets wat 1 promiel leuk vindt, dus, hè, die context van de discovery. Ja? Dat is natuurlijk mijn frustratie. Wie komt op een verjaardag? Nou, ik kom nooit op een verjaardag, zeg maar. Maar mocht ik op een verjaardag komen, dan zouden ze niet aan mij vragen: wat doe je? En soms vragen ze het wel in de ziekte. Dan denk ik: oh god, als iemand niet antwoordt. Maar. Hè? Goed, ik ga iets vertellen over de structuur van de natuurkunde. Waarom? Ik ga iets over de structuur uitleggen, hoe de natuurkunde als vakgebied in elkaar zit. Dan kan ik plaatsen hoe Feynman daarin past. Nee.
Nou, de structuur is, we hebben experimenten, we hebben theorie en we hebben computersimulaties. En die dingen die zijn allebei apart. Je kunt ze alle drie uitoefenen, je kunt één van de drie doen. In tegenstelling tot wat veel theoretische fysici doen, die zetten theorie boven. Maar natuurkunde is een empirisch vak. Empirie staat boven alles. Je kunt natuurlijk ontzettend veel padintegralen uitrekenen. In je kamertje gaan zitten, 3 jaar allemaal uitrekenen. En je hebt goed en fijn naar gekeken, je telt alles fantastisch op. En je komt naar buiten en je roept, hallo, de wereld is plat. Dan zegt toch die matroof, jochie, je hebt het niet goed gedaan. Dus dat wil zeggen, het experiment overheerst altijd. Hij is altijd het laatste woord, tenzij het niet goed is uitgevoerd. Dan is het de theorie, die kan dingen zelf bedenken, of kan zeg maar dingen die geëxperimenteerd met een experiment gevonden zijn, die kan die theorie proberen te bevestigen of onderuit te halen. Hangt er gewoon af wat je instelling is. En de computersimulatie, dat is echt een apart vak en het heeft te maken met het feit dat experimenten, en ik kan jullie alleen maar vertellen, als je nou één ding kritisch moet zijn, als iemand een experiment laat zien aan je, of een computersimulatie, dat geldt niet voor theorieën, en ze hebben geen onzekerheden, geen foute onzekerheden, geen foute marges, we noemen dat foute vlaggen, balken. Als ze dat niet hebben, dan is het een scenario, en een scenario valt onder de shit detector. Ja, even nadenken. Dus het is zo belangrijk om te weten wat de marges zijn. Nou, zowel experimenten die geven een marge, en de computers geven ook een marge. Het is een vorm van experimenteren, maar op een computer. Er komen ook fouten uit. Ja? Daarom zijn ze anders dan de theorie. Er komen geen fouten uit, tenzij je ze gemaakt hebt. En het andere is, en wiskunde en natuurkunde, die hebben altijd ruzie met elkaar, hè? Wiskundigen en natuurkundigen. En er is ook, geloof ik, aan Feynman gevraagd van, ik dacht dat Feynman van, zou de natuurkunde vertraagd zijn als we geen wiskunde zouden hebben? Maar Feynman zei, yes, absolutely, for one day. En dat, dus, don't kill the messenger, hè? Dus er is altijd heel veel gedoe tussen de wiskunde en de natuurkunde. En wat wij in de natuurkunde heel vaak doen, en dat doen wiskundigen eigenlijk nooit, is natuurkunde is het vak van het grote weglaten, het grote benaderen. Daarom zijn natuurkundigen zo ontzettend gewild bij consultancybureaus enzovoort. Want natuurkundigen zijn ontzettend goed in benaderingen maken, de werkelijkheid extrapoleren naar een situatie die soms belachelijk is. Misschien kennen jullie die grap die zo oud is als de wereld. Ik ga hem vertellen, maar als je denkt van ik ken hem al, ja, maar niet iedereen kent hem. Zo'n wedstrijdje en een wiskundige en een chemicus enzovoort. En dan moeten ze een paardenrace voorspellen. En dan wint natuurlijk de natuurkundige, want die heeft de bolpaardbenadering gemaakt. Die heeft een paard als een bol voorgesteld. Dat is een beetje maf, maar het is wel heel makkelijk om mee uit te rekenen. Nou, dat is wat de natuurkundigen doen, die maken altijd die verpletterende benaderingen. De Feynman ook heel erg goed in, geweest. We zijn gespecialiseerd in de natuurkunde. We hebben hele grote lengteschalen, radiogolven, wordt het kleiner, nano, atomen, kernen, quarks, strings. Hier neemt de lengte af, hier neemt de energie toe. He, om ergens te kunnen, hier in een quark te kunnen kijken, moet je een ongelooflijke grote hamer hebben. Die staat ergens in CERN. En als er daar scherven afkomen, dan komen die op de tv. Ja, dus, maar dus, dit is, en je bent echt een, als vak, ik zit hier, mijn nano. Met mensen die, zeg maar, het Higgsdeeltje doen, die zitten hier. Je kan niet alles doen, je bent gewoon gespecialiseerd. En je bent bijvoorbeeld een theoretisch vaste stoffysicus, dus dan bereken je hoe zilver of goud in elkaar zit. Of je bent een experimenteel hoge energiefysicus en dan ben je met CERN bezig en dan laat je botsingen uitvoeren. Nou, nu gaat het al iets meer de diepte in. Er zijn 3 soorten van beschrijvingen van krachten.
in de natuurkunde. Dat is wat Newton heeft gedaan, dat is de mechanica. Geldt ook voor niet alleen de mechanica, maar dat is... Newton heeft er 4 wetten gedaan, waarvan de 2 eigenlijk geen wetten zijn, maar de 2 zijn wel wetten. En die zijn tot op de dag van vandaag geldig. Hoe biljartballen botsen bijvoorbeeld, dat is wetten van Newton. Toen kwam Einstein met zijn relativiteitstheorie aanzetten. Die is voor de dagelijkse natuurkunde gebruikt niet zo heel belangrijk, maar wel heel belangrijk om de unificatie van alle krachten en de natuurkundige beschrijving te krijgen. En de relativiteitstheorie is pas van belang als dingen met de lichtsnelheid gaan, of bijna met de lichtsnelheid gaan. En dat is heel erg snel. En toen kwam de kwantummechanica in 1920, en dat is een beschrijving van jullie hebben vast heel veel over gehoord, over onzekerheidsrelaties en deeltjes en golven en deeltjes. Binnen die krachten zijn de wetten. Je hebt de wetten van Newton, je hebt de relativiteitstheorie van Einstein en je hebt de Schrödingervergelijking voor die kwantumdingen op te lossen. En hier gaan de problemen al komen. En welke krachten hebben we? Nou, we hebben wat we noemen elektromagnetisme. Alles hier om je heen is elektromagnetisme, behalve je gewicht, dat is de zwaartekracht. Maar wat je ziet, wat je hoort, is allemaal elektromagnetisme. Het gaat allemaal met elektrische, magnetische krachten, enzovoort, enzovoort. Is het allemaal samengegaan, dus licht, microgolven. Is allemaal één vakgebied, heet elektromagnetisme. Heb je zwaartekracht? Daar is heel veel over te doen, maar dat vinden wij een hele zwakke kracht. Die is heel... Maar jullie hebben er allemaal last van, en ik ook, omdat je zoveel massa hebt. Maar die kleine, als je, zeg maar, als je op een atoomschaal bezig bent, heb je nooit te maken met de zwaartekracht. Echt nooit. En je hebt de sterke en de zwakke kracht, dat zijn krachten die kernen bij elkaar houden. Daar ga ik het niet over hebben. Maar dit zijn de 4 krachten. En nu ga ik aan de eerste bijdrage van Feynman beginnen. Dat zijn de Feynman-diagrammen. Ja. Kwantummechanica 1920, dit zijn de 3 grondleggers, Dirac, Schrödinger en Heisenberg, rond 1920. Onzekerheidsrelatie, deeltjes gedragen zich als een golf, heeft de hele natuurkunde overhoop gegooid. Is qua verandering van concept veel belangrijker dan de relativiteitstheorie. Ja. En dat betekent dat we alles, alle theorieën die je had, dan moeten we gaan kijken van, kan ik het ook kwantum doen? Je hebt optica, is er kwantumoptica? Je hebt mechanica, is de kwantummechanica. Je hebt alles, geluid, is de kwantumgeluid. Dus voor al die oude wetse tot 1920 theorieën die we hadden, die moesten we allemaal een kwantumversie van gaan maken. En dat bleek heel erg moeilijk te zijn. Bij de kwantum waren hele, hele grote problemen. Bij de kwantumproblemen van zeg maar elektromagnetisme, het beschrijven van licht, magnetisme. Alles wat je om je heen, mensen, allemaal elektromagnetisme. Die kracht, die konden we, ik zeg we, zij, hunnie, in 1950, 60 niet oplossen. En dat heeft te maken met het feit dat er heel veel problemen zijn die te maken hebben met divergenties. Delen door nul, dat mag niet. Heb je altijd gehoord, dat mag niet. Maar de natuurkunde is... Sinds 1950 zit vol met delen door nul. Hier zie je een heel bekend voorbeeld, dat is de wet van Coulomb. Dat is de kracht die 2 geladen deeltjes uitoefenen. Als je dat niet kent, maakt niet uit. Dan staat 1 over de afstand in. En als die afstand naar nul gaat, als die deeltjes dichter en dichterbij komen, dan blaast dat op en dat divergeert dat. En in de kwantummechanica raak je die divergentie niet kwijt. Dus vanaf 1950 zaten ze allemaal met de hoofd, zaten allemaal oneindig, oneindig, oneindig. En dat is lastig als die experimentator zegt dat er ergens 3 uitkomt, weet je wel. En jij zegt, het moet oneindig uitkomen. Dat is heel veel, dus het is echt een... En dat heeft Feynman opgelost, mede Feynman. En die heeft ook de Nobelprijs gekregen. En Gerard het Hoofd heeft ook een aspect ervan later opgelost. Heeft ook de Nobelprijs gekregen. Allemaal manieren om de nul te delen in de natuurkunde mogelijk te maken. En dit is de wet van Coulomb. Als deeltjes bij elkaar komen, dan... blaast dat op. En dat is lastig als je iets eindigs wil uitrekenen. Nou. De hele natuurkunde
is het wiskundige gedeelte, dat bestaat uit sommetjes. Ja, als je niet van sommetjes houdt, hou je niet van natuurkunde. Dus dat zijn sommetjes. Maar die sommetjes die heten integralen. Dat zijn hele ingewikkelde optellingen. Vaak is het de oppervlakte onder een curve, dat noemen we een integraal. En ja, ik weet niet, de middelbare school in de B-afdeling, heet dan, doe ik dan niet meer, dan krijg je integralen. En ja, mijn hele leven is alleen één integraal, maar je moet al die integralen uitrekenen. En, zijn er in het geval van Feynman zijn er oneindig veel die allemaal door nul delen. Nou, daar word je niet heel vrolijk van, kan je je voorstellen, ja? En daar heeft Feynman een boekhouding voor gevonden. Een boekhouding voor gevonden. Dan hoef je die hele ingewikkelde sommetjes niet op te schrijven. Je hoeft ze helemaal niet op te schrijven. Je geeft een paar pijltjes en dan staan ze er. Dit wat hier staat is een Feynman-diagram. Ja, waar we twee elektronen en een foton creëren. Dus uit twee elektronen maak je licht. Ja, en dit is een hele ingewikkelde, divergente, oneindig integraal. Ja, met vier dimensies, x, y, z, tijd enzovoort. Allemaal heel ingewikkeld. Maar omdat het toch oneindig is, ga ik het toch niet uitrekenen. Ik weet dat er oneindig uitkomt. Ik wil hem wel graag klasseren. En dat is wat Feynman dus hier doet. Ja? En waarom is dat nou zo mooi? Nou kijk, stel je voor, je hebt de integrale. A, die moet je uitrekenen, hartstikke ingewikkeld. B moet je uitrekenen, hartstikke ingewikkeld. D moet je, C, zijn hartstikke ingewikkeld allemaal. Nou, dat moet je niet. Maar het zegt Feynman, nou, ik maak er allemaal diagrammen van. Ik reken ze niet uit. En hé, ik zie dat A plus C plus D gelijk is aan 0. Die cancelen elkaar. Oh, je hoeft niet meer uit te rekenen. En dus door die boekhouding kun je ontzettend veel van die integralen weggooien. Want die vallen er allemaal uit. En dat zie je alleen omdat je die boekhouding doet. Anders zou je dat niet vinden. Dan blijf je maar aan het uitrekenen. Dan komt er dus nooit uit. Maar Feynman is dus in staat om met die diagrammen, oneindig veel diagrammen, die allemaal divergeren, maar die wel aan elkaar gelijk zijn. Dan zou je zeggen, ja, je mag niet aan elkaar gelijk stellen. Daar hebben we hele goede procedures voor. Dus die sommetjes, die rekenen, dat is oneindig, reken ik niet uit. Die ook niet, maar de som is nul. Dus Feynman was een boekhouder. En die maakte die diagrammen. En dan komt er gewoon uit het MSB. Dat was een andere integraal. Nou, dat is toek, ja. Voor die diagrammen heeft Feynman ook de Nobelprijs gekregen. Om even aan te geven van dat niet alleen maar hoge energiefysica is. Want dit is echt hoge energiefysica die ik je net gaf. Hè. Dit is hoge energiefysica. Maar ik geef nu iets van mijn eigen werk. Niet omdat ik nou ontzettend graag mezelf op de grond. Maar dit is lichtverstrooiing. Hoe licht door witte verf heen gaat. Ja. Ook allemaal Feynman-diagrammen die hier staan. Allemaal stukken hebben we allemaal uitgerekend. Er zijn ook heel veel dingen die elkaar cancelen. Dit zijn Feynman manier om hele ingewikkelde sommen op te schrijven. Op zo'n manier dat je weet bijvoorbeeld dat deze en die gelijk zijn. Dan hoef je alleen maar die uit te rekenen. Dan hoef je die niet meer uit te rekenen. Ja, maar hoe zien die integralen er dan uit? Nou, dit zijn die integralen. Ik ga het niet aan jullie uitleggen. Ja? Maar dit is dus een veel moeilijkere manier om op te schrijven dan diegene die je net zag. Dus dat is één ding. Nou, nu de Feynman-pad in de gat. Dat is de andere totaal briljante bijdrage die tot de dag van vandaag in alle vakgebieden van de natuurkunde gebruikt wordt. De Feynman-pad-integraal. Ja, de computersimulaties van uw pilletje van wat u de dokter krijgt voorgeschreven, wordt allemaal bekeken door mensen die met de computer simuleren, die gebruiken de Feynman-pad-integraal. Dus alle computersimulaties tegenwoordig die enige vorm van kwantummechanica hebben, en dat moet wel, want er zitten elektronen in, er zitten kleine deeltjes in, die gebruiken allemaal de Feynman-pad-integraal. Zonder het zelf soms te weten, en soms weten ze het wel. Dan ga ik die Feynman-pad-integraal een heel klein beetje aan u proberen uit te leggen. En dan krijgt u maar een gevoel ervoor dat het briljant is. Dan ben ik wel heel blij. Ja. Nogmaals, ik moet weer die integralen uitrekenen. Weer die hele vervelende som. Daar rekende Feynman een nieuwe methode voor. Dat is de integraal van de integraal. Ik ga nu een voorbeeld nemen. Stel je voor, ik ga van A naar B. Dat kan licht zijn, dat kan een deeltje zijn, dat kan een geluidsgolf zijn, dat maakt allemaal niet uit. En de natuurkunde kent het principe van D'Alembert. En dat noemen ze bij mij thuis, vroeger noemde mijn moeder dat lieve luida moe. Dat is van de weg van de minste weerstand.
En de natuur kiest altijd de oplossing in de klassieke mechanica van de minste actie, van de minste energie. Hoe je... En dat blijkt dat als ik van A naar B ga, is dat bijvoorbeeld die weg. Dat is klassiek, kan ik uitrekenen, die kan de beste weg uitrekenen. Als u licht door een bak met water ziet gaan en ziet dat licht breken, dat is de wet, weer het principe van de minste weerstand, van de minste actie. En, maar dit is een klassieke formulering. En die kwantummechanica van Heisenberg, dat is erg ingewikkeld met dat heet dan matrixmechanica en heel ingewikkelde natuurkunde en helemaal niks met die klassieke. En Feynman heeft die kwantummechanica helemaal opnieuw geformuleerd in een klassieke beschrijving. Nogmaals, daardoor wordt het geen klassieke beschrijving, maar hij gebruikt wel een klassieke taal. En wat hij dus doet is dat hij zegt van ja, maar ik kan ook van A naar B via dat pad. En dat pad moet ik ook meenemen. In de klassieke mechanica niet. Want dat pad in de klassieke mechanica neem ik alleen de weg van de minste actie. Maar dat pad moet ik ook meenemen. En dat pad moet ik ook meenemen. Dat wil zeggen, ik ga van langs dit pad alles uitrekenen. Als ik een fietser ben, dat is de weerstand. En dan noem ik op, nou, die fietser is een beetje te groot om het te doen. Maar als ik een elektron ben, dan kan ik hier een beetje een potentiaal putje tegenkomen. En hier kan het weer een dal zijn. En al die manieren van dat elektron bijvoorbeeld om van daar te komen, die moet je meenemen. Nou, en dat is natuurlijk, ja, ik heb ontzettend veel fantasie, dus ik heb ook nog een ander pad genomen. Ja. En er zijn er oneindig veel van die paden, en Feynman zegt, al die paden moet je optellen, en die krijgen allemaal een bepaalde factor. En hoe dichter je mechanica, je kwantummechanica bij de klassieke mechanica komt, hoe dichter die paden alleen maar meetellen die langs het klassieke pad lopen. Maar uiteindelijk dus, Feynman zegt, er zijn alle paden, die moesten allemaal meenemen, het zijn klassieke paden, maar die in het klassieke wereld niet meetelden, die tellen nu wel mee. Dat is mijn, zei Feynman, mijn pad integraal. Dat is de meest klassieke beschrijving van de kwantummechanica. En die heeft heel veel dingen mogelijk gemaakt, wordt op de dag van vandaag in bijna alle takken van de natuurkunde gebruikt. En... Ja, dan heb je wiskundigen die zeggen van ja, maar die Feynman die denkt dat hij wat kan, dus we gaan het even verbeteren. Dat doen die wiskundigen altijd, hè. Er was dus een Dirac, een bekende natuurkundige, die vond die Dirac-delta-functie uit, een heel eenvoudige functie. Heeft hij één pagina over volgeschreven in zijn werk. Iedereen gebruikt de Dirac-delta-functie. Dan komen er een paar Duitsers, wiskundigen, en die schrijven daar een boek van 800 pagina's over. En dan komt diezelfde delta-functie uit. Ja, dat is niet heel erg handig als je natuurkunde doet, hè. Maar dus... Dus er komt dus die. Dus er zijn heel veel wiskundigen geweest en die hebben geprobeerd om die aanpak van Feynman wiskundig onderuit te halen en er een betere maat, heet dat, een betere maat voor in de plaats te zetten. Maar die betere maat die is er niet. Want ze zijn het allemaal over eens. De Feynman-padintegraal is de beste formulering van de padintegraal zoals die de Feynman is uitgevonden. En de padintegraal is nu dus de hoeksteen van de natuurkunde. In de elektronen en fotonen, in quarks, in stringtheorie. Ook als je vaste stof, wat ik je net liet zien, die mijn eigen dingen, dat is eigenlijk lichtverstrooiing. In alle takken van de theoretische natuurkunde waar je iets met velden doet, gebruik je de Feynman-padintegraal. Maar ook omdat als je wil simuleren, als je een computersimulatie wil doen. Nou, weet je, als mijn studenten, mijn promovendi, dit zijn experimentatoren en die laser die doet het niet en die computer is, die laser doet het niet en die detector is kapot. En die willen zo snel mogelijk gaan simuleren, gaan ze achter dat ding zitten en dan komt er ook iets uit en dan hebben ze denken ze dat ze een artikel hebben en zo. Dus die kunnen ze niet achter die computer vandaan te slaan. En als je s'avonds, als je zondags thuis bent en je hebt een paar biljartballen in je hoofd en je zegt van nou kracht, snelheid. Binnen een kwartier heb je een computersimulatie van biljartballen gemaakt. Dat is zo gedaan. En als je een beetje slim bent, kan je er een paar honderd doen. En dan kan je zien, dan lopen ze een beetje door elkaar en zo. Dat noemen wij de klassieke mechanica simuleren. Er zijn echt heel veel mensen die dat doen. En nu dat ik het zeg, dan begrijp je al dat ik het soms niet al te goed vind. Maar het is heel nuttig. Maar heel vaak ontdekt dat... Ja, een intellectuele uitdaging. Het is gewoon een simuleren.
Maar op het moment dat de kwantum aan te pas komt, omdat het kleine deeltjes zijn, elektronen, protonen, allemaal dingen die in dagelijks, ja, u heeft het niet in de gaten, maar als u deze laser, die voelt een beetje koud aan, hè, voel maar, voelt hij een beetje koud aan? Of, ja, komt die elektronen die zitten daar, die zijn zo snel mogelijk verplaatsen die zich, allemaal kwantummechanica. In de klassieke mechanica zou dit ding hartstikke warm zijn. Dus, ja, sorry, maar zo zitten de wereld in elkaar, ik kan er niks aan doen. Dus als je goed om je heen kijkt, zie je over kwantummechanica. Als je een beetje keukenzout hebt, als er geen kwantummechanica zou zijn, zou het spontaan imploderen tot één grote knal. Doet het niet kwantummechanica. Dus overal om je heen zie je de kwantummechanica, als je goed kijkt. Ja? Als je gaat simuleren wat je om je heen ziet, dan moet je wel de kwantummechanica gebruiken. En dat kon niet, want we konden niet computers simuleren met de kwantummechanica. Totdat de klassieke formulering van Feynman kwam. Met Feynman kan je wel computersimulaties uitvoeren van kwantumsystemen, omdat die padintegraal methode een hele klassieke beschrijving is van de kwantummechanica. Daardoor, ik heb het zelf heel vaak gedaan, simulaties met de Feynman-padintegraal. En het werkt onder bepaalde omstandigheden heel goed. Er zijn wel beperkingen, zou ik kunnen uitleggen, maar gaat gewoon veel te ver. Maar er zijn heel veel computersimulaties, ook met cellen enzovoort, maken impliciet of expliciet gebruik van de Feynman-padintegraal. En dit is een bekende computersimulatie. En jullie hebben hier in Groningen wereldexperts op het gebied. Hans Draat en Christel Michielsen, die zitten hier in Groningen. Dat zijn wereldexperts op het gebied van simuleren van Feynman-padintegraal. Als je echt iets wil weten van de Feynman-padintegraal, dan vraag je dat gewoon aan Hans en dan weet je al heel veel ervan. Ja, en als je dan wil leren, dan moet je natuurlijk, zeggen, nou, het zijn wel nieuwe boeken, maar Feynman, dat is een van mijn criteria, Feynman wordt nog steeds gelezen en gebruikt. En dit boek van Feynman en Hibbs is het boek over padintegralen. En ja, als je niet kan betalen, dan is het niet heel erg duur ook, want het is voor $12,50 kan je het kopen, laat ik het zo zeggen. Dus, briljant boek. Hier staat alles in over padintegralen. Feynman's overige bijdrage. Ja? Nou, hij heeft heel veel gedaan aan overal wat hij aanraakte, deed hij op zijn eigenzinnige manier en er kwam altijd iets anders, iets nieuws uit. Een heel bekend model in vaste stoffen, in vloeistoffen, is een elektron wat een beetje zijn omgeving polariseert. Tegenwoordig wordt heel vaak het Higgs-deeltje door allerlei journalisten, ik ga haar namen niet noemen, maar ze hebben wel verstand van sterrenkunde, en die gaan ze allemaal, het Higgs-deeltje gaan ze allemaal uitleggen, als van een loopt dus van een deeltje, en dan wordt hij door zijn omgeving gepolariseerd. Dat is een polaron. Het is geen Higgs-deeltje, het is een polaron. Ik zal je heel eenvoudig uitleggen hoe je dan ook attractie kan krijgen, doordat je de omgeving vervormt. Er is een hele vieze zeeman en die stinkt, die eet haring en die was zich niet enzovoort. Ja. En die gaat in bed liggen en hij is heel zwaar. Nou, en zijn vrouw die ruikt het allemaal, die wil een beetje ver van hem af liggen. Maar die is heel dun, die gaat naast hem liggen. Maar door die kuil die hij maakt, rolt ze toch naar hem toe. Dat is aantrekkingskracht, doordat je de omgeving vervormt. Dat is een polaron. Nou, en daar heeft Feynman een hele goede theorie over bedacht. En die heeft tot nog toe niemand kunnen verbeteren. Hij heeft ook iets gedaan over lage temperaturen, helium 4, dat is bij 4 Kelvin, 270 graden onder nul. Daar heeft hij ook iets zelfs totaal briljant. Ik ken Hans Draat wel heel goed, maar ik heb het met hem samengewerkt. Hans en ik hebben in zijn boek van Feynman, Statistische Fysica, daar staat een fantastisch hoofdstuk in, wat mensen niet gelezen hebben, denk ik. En wij hebben daarvan gebruik kunnen maken om iets nieuws te doen met helium 4, wat helemaal van Feynman afkomstig is, wat niemand ooit gedaan had. Ja? Maar wat heeft hij gedaan? Hij heeft zeg maar door nuldelen heeft hij in orde gebracht bij elektronen en licht in 1950. Wij zeggen altijd, het is een hele strenge statement, maar als je iets als een integraal schrijft, is het al de oplossing. Dus hij heeft de kwantummechanica opgelost, diagrammen, overal heeft er veel meer gedaan. Dus nu ga ik het een beetje hebben over zijn didactiek. En zelfs zijn didactische werken bevatten vaak nieuwe natuurkunde. Uh,
Hij wilde ontzettend graag lesgeven. Vond hij ontzettend belangrijk. En vandaar dat hij verschillende keren aanbiedingen heeft afgeslagen om bij de Advanced Study Institute in Princeton te komen. Want daar mocht je geen les geven. Dat zijn al die briljante, nou, ik ga er niet veel over zeggen, maar alle mensen. Hij wilde absoluut niet zitten. En hij schrijft in zijn eigen boekje dat hij toen hij zat nog in Ithaca en hij zat bij Princeton, niet bij Advanced, maar zat. Toen moest hij in de avond zijn sneeuwkettingen omliggen. Toen zei hij van, nou ja, ik weet niet wat het zijn. Toen heeft hij naar Caltech gebeld van, ik wil bij Caltech komen. Dus de volgende dag had hij een baan in Caltech. Dan is hij ook altijd gebleven. Hij wou daar gewoon in mooi weer zitten. En hij was altijd anders. Voor degene die in integralen kennen, dit is een integraal, dan komt iets uit, wortel van pi gedeeld door alfa of zo. En dat is een sommetje. Als ik het sommetje moet oplossen, dan pak ik dat hele dikke Russische boek. Dat is van 800 pagina's, dat blader ik door. En dan vind ik op pagina 213 vind ik die integraal. Dat doen we allemaal als natuurkundige. Ja? Er staan duizenden van die integralen in. Maar fijn, maar nee hoor. Die vermenigvuldigt met een andere integraal. Dan kan je de x en de y optellen. Dan krijg je r kwadraat, dr. En dan lost hij hem gewoon op. Is een boek zelf. Nou, dat is voor ons is dat totaal maf. Maar hij doet het wel in 10 regels, begrijp je? En wij zoeken dat dan op. Dat is de stijl van Feynman. Gewoon altijd zijn eigen dingen doen. Dan ga ik een stukje van een video laten zien, dat je het gevoel krijgt hoe die lezingen gaf. Dat hoef je niet te snappen, maar dat je ziet wie die is. En daarna geef ik een geluidsfragment van 5 minuten, waarin hij echt aan jullie en aan mij uitlegt wat de wet van behoud van energie is. Ik vind dat een briljant stukje. En je leert hem ook erg dat we kennen. Maar eerst ga ik een stukje video laten zien van een van zijn lezingen die hij in Caltech gehouden heeft voor een... Niet voor studenten, maar voor een, was een prijs of zo, geloof ik. The Feynman lectures on physics. Ik zie het. Dat is de verkeerde. Ja, ik zie het. Ik zie het. Heel goed. Heel goed. Die is het. Heel goed. Het gaat even duren, want hij moet hem loaden. Hè? We kunnen even wachten. Ik laat altijd een paar minuten draaien, dan kan je zien wat voor figuur het is. We have a theory which is called quantum electrodynamics, which is our pride and joy. It's so successful and it's such so wide in its application. And what I would like to tell you about is that theory, how it works, or how it looks like it works, and what the world looks like from that point of view. The physics has got a history, at least its theoretical history, of synthesis perpetually. Of course, experiment is always finding new phenomena. Problem is to work them together, and sometimes we see that they're different aspects of the same phenomenon. An example is, of course, the simplest and earliest one is that the laws of motion became, in the theory, explained the properties of heat, because heat was motion, and if you knew how motion worked, you could understand the thermal properties. It also explained the properties of sound, which is otherwise a mystery, as the motion of the atoms and waves in the gas. Aside from that, knowing the laws of motion, you had to know Newton, who gave us the laws, worked out the laws of motion, also gave us another theory about the forces between large masses and distances from one another called the theory of gravity. Well, that's just that thing, the theory of gravity, is well known and understood pretty well, but is not what I'm going to talk about. As the time went on, phenomena associated with electricity, you know, rubbing combs in your hair and things like that, and magnetism became interesting to the experimental physicists, and they discovered relations between them experimentally until they saw, ultimately, that it was not two different phenomena, but different aspects of the... Ja, als jullie willen zien, moet je mezelf naar de... Ik ga nu een geluidsfragment laten horen. Dat duurt ongeveer 5 minuten. Het is niet zo moeilijk Engels en hij is een beetje onduidelijk, hè? Hij praat met zijn Brooklyn accent. En hij legt daarin uit
wat het behoud van energie is. En als voorbeeld neemt hij een jongetje wat met blokken speelt. En dat fragment heb ik gisteravond heel moeilijk van mijn tape op een MP3 gezet. Dat is me gelukt. Maar alle, en gaan we even naar luisteren. Ik zal altijd helemaal Feynman Lectures on Physics. This lecture, Conservation of Energy, was presented by Dr. Richard Feynman on October 6th, 1961. The California Institute of Technology. There will be no summary of the previous lecture. There's no summary of the previous lecture, just to remember whatever you can remember from it. No vital points. The next two lectures after today will be given by Professor Matt Sands, because I'm going for a meeting in Brussels. So, and then I'll come back next Tuesday, I mean the Tuesday following. Today's lecture is on one of the laws of physics, and beginning, of course, the detail looking at the different aspects of physics. We've just finished our description of things in general, and now we look at more specifically, in particular, what a law of physics looks like. And so I picked one out to illustrate the ideas and the kind of reasoning that might be used in, say, theoretical physics. So the lecture today is on the conservation of energy. There is a fact, or if you want to call it a law, governing all natural phenomena that's known to date. There's no exception known to this. It's exact, as far as we know. And the law is called the conservation of energy. It states, there is a certain quantity, which we call energy, that doesn't change in the manifold changes which nature undergoes. Now, that's a very abstract idea. Of course, it's a mathematical principle. It says that there's a numerical quantity that doesn't change when something happens. It's not a description of a mechanism or anything. It's just a strange fact that you can calculate some number, and when you're all finished watching nature go through her tricks, you calculate the number again, and it's the same. Something like, the bishop is on the red square now, and after a number of moves, details unknown, it's still on some red square. It's a law of this nature. Since it's an abstract idea, I would like to illustrate the meaning of it with a rather silly example. Boy. But it does illustrate the idea. I want you to imagine a child, perhaps Dennis the Menace, who has blocks. But you must appreciate that these blocks are absolutely indestructible and cannot be divided in pieces. They're just, each is the same as the other. And we'll suppose that he has, say, 28 blocks. Now, this child is put into a room by his mother in the beginning of the day with his 28 blocks. And at the end of the day, I don't know why she's so curious, but she counts the blocks very carefully and discovers a phenomenal law that no matter what he does with the blocks, there are always 28 blocks. So this goes on for a number of days until one day there are 27 blocks. But a little looking around shows that there's some under the rug. You have to be careful to make sure that you look everywhere in order to make sure that the number of blocks doesn't change. One day, however, the number of blocks appears to change. There are only 26 blocks. Careful investigation indicates that the window was open, and now looking outside, you can find the other two blocks. So you bring them back in again, and everything's all right. Another day, careful count indicates the existence of 30 blocks. This causes a considerable consternation until it's realized that Bruce came to visit, and he owns blocks. And left, perhaps, a few. So after we've gotten rid of some of these things that we close the window, we don't let Bruce in, then we see everything's going along all right until one time when we count there are 25 blocks. But there's a box in the room, the toy box that the boy has, and the mother goes to open the toy box, but the boy says, no, don't open my toy box, and screams. He doesn't want the mother. The mother is not allowed to open the toy box. Being, however, extremely curious and somewhat ingenious, she invents a scheme. She knows that a block weighs 3 ounces, so she weighs the box at a time when she sees 28 blocks, and it weighs 16 ounces, say. So the next time when she wants to check, she weighs the box again, subtract 16 ounces, and divide by 3. So she discovers the following. Number of blocks that you can see that you have to add to this. Number of blocks seen plus weight of box minus 16 ounces divided by 3 ounces, and then it's constant every time, up to a point. There then becomes some gradual deviations. There appear some deviations, but careful study indicates that dirty water that's in the bathtub
is changing its level. In other words, the trial is throwing blocks into the water. You can't see it because it's so dirty. But you can find out how many blocks are in the water by adding another term to this formula, which is height of water in tub. Minus 6 inches divided by a quarter of an inch, because each block that goes in is a quarter of an inch. Okay, so this was this was just the wet van Waal van dit was Dennis de Menes, die heb ik laten horen. En ik, ja, dit is dus, wat ik wel eens doe is, ik zet op het, als ik voor, like, heb ik een wegfles met 50 knikkers of zo, en dan tel ik ze en dan beweeg ik hem heel snel. En dan zet ik hem weer neer en vraag ik, hoeveel zitten erin? 50, ja. Wet van Waal van een aantal deeltjes. Dus die behoudwetten zijn ontzettend belangrijk in de natuurkunde. Ik vind dat hij het hier heel erg mooi heeft uitgelegd. Hij heeft boeken geschreven, er zijn 3 miljoen exemplaren van verkocht. Het zijn geen naslag of naslaanwerken. Je leert het ervan, maar het is lastig om het later op te zoeken. Heeft u een neefje en wilt u hem een cadeau geven en moet hij natuurkunde gaan doen, dan geef je hem de serie Landau en Lifshitz. Ja, voor een paar honderd euro heb je alles en dan wordt het een hele goede natuurkundige. Hij had hele stimulerende gedachten over de quantumcomputer, over nanotechnologie. Een hele bekende uitspraak van Feynman is, there is plenty of room at the bottom. Dat wordt tegenwoordig uitgelegd als het aankondigen van de nanotechnologie. Hij heeft heel veel nagedacht over de quantumcomputer. Het is nu niet meer zo heftig, maar een jaar of 20, 15 geleden had iedereen in de natuurkunde die weer een claim had om voor de media te komen van alles is afgelopen, de theorie van alles is er. En dan zegt Feynman, the theory of everything, I've had a lifetime of it. Of, dat heb ik al zo vaak gehoord. Nou, Feynman als mens. Nou, het is een ster, hè. Hij is bekend als safekraker, als heel als vrouwenversierder, heeft natuurlijk later zelf erg aan bijgedragen in zijn boeken. Dat is natuurlijk een heel pedant mannetje. Hij hield erg van media-aandacht. Op latere leeftijd is hij onderdeel van die Challenger-commissie geworden. Waarin die Challenger die toen te pletten is gestort. En hij heeft toen, waar alle tv-kamers op hem gericht waren, een o-ring, hè, zo'n rubber o-ring, in vloeibare stikstof gedompeld. En die wordt dan heel brittle, hè, heel bros. En dat was de reden dat de Challenger misschien verongelukt was. Maar Feynman wou wel het theater dat laten zien voor de camera's dat het zo kon. Over vrouwen. Dit was zijn liefde van zijn leven, want die is tamelijk jong overleden aan TBC. Toen is hij getrouwd met Mary Louise Bell en daar is hij van gescheiden. En dat is helemaal verkeerd, maar het is een fantastische complaint. Divorce complaint, die zat in Engels, ik kon hem niet vertalen. He begins working calculus problems in his head as soon as he wakens. He did calculus while driving his car, while sitting in the living room and while lying in bed. Dat was de divorce complaint. Goed, daarna is hij getrouwd met, en dit was een gelukkig huwelijk, heeft hij ook een zoon bij. Dus de omstandigheden, het was geen rijke luiszoontje. Hij hield niets achter voor zijn collega's. Hij had in zijn tijd heel veel concurrentie. In tegenstelling tot Newton bijvoorbeeld. Hè. Heeft zijn leven lang gewerkt, in tegenstelling tot Einstein. Heeft geen honderden biografieën, in tegenstelling tot Newton. Geniale bijdrage aan de natuurkunde. Feynman is mijn held. Dank u wel. Wel voor deze zeer overtuigende argumenten voor de keuze van de beste natuurkundige aller tijden. Zijn hier vast nog wel wat vragen en opmerkingen over? Ik zie daar. Ik zou het vragen even. Ik zal wachten.
Over het padintegraal, is dat helemaal van Feynman afkomstig? Ik kwam laatst een stukje tegen, het ging over het berekenen van de lengte van een spoel, een helix. Ja. En dat werd gedaan met een padintegraal zonder dat daar de naam van Feynman of verder was er ook niemand, werd ook niemand genoemd. Maar mijn vraag is dus, is het inderdaad... Nou goed, de vraag is van, waren er padintegralen voor Feynman en waren er... Nieuwe padintegralen na Feynman, is het ongeveer zo? Kijk, dus het is zeker zo van, omdat die Feynman padintegralen zo populair zijn geworden, worden er heel veel wiskundige dingen die erop lijken, worden als een Feynman padintegraal geschreven, laat ik het zo zeggen. Ja? En integreren over een pad is geen padintegraal. En je integreert over heel veel paden. Elektrodynamica zit vol met een pad en daar integreer je over of het nou een spoel is of... Feynman padintegraal is te integreren over alle mogelijke paden. Het is veel en veel ingewikkelder integreren over een pad. Ja? Dus niet één pad. Nee, maar dus je moet alle paden optellen. En ja, als je een bed is, die krijgen complexe getallen. Plus en min, zeg maar. Dus ze kunnen elkaar ook cancelen. Ze kunnen elkaar, dus, zeg maar... dat is een goed woord van cancelen eigenlijk. Elimineren, uitdoven, precies. Ja. Ze kunnen elkaar dus opheffen. Wat ik zou zeggen. En het leuke is ook altijd zo van, dan heb ik zo'n discussie met een collega, wat ik ook een keertje op Caltech, maar niet aan hiervoor, maar dus, en dan gaat er licht van A naar B of zo, en dan hadden ze heel ergens anders, hadden ze een soort niet-lineair optisch kristal neer, en dan vonden ze het lastig om te snappen, ja, kan ik hier, oh, er is helemaal geen penschok te zien, hè? Maakt niet uit, zeg maar, dan ga je van, gaat het licht van A naar B toe, en dan heb je hier ergens iets zitten, en dat licht ziet het helemaal niet, zou je zeggen. Toch gebeurt er wat. Maar wij weten dat, want dat licht telt die paden ook op daar naartoe. En het, dus als het licht van A naar B gaat, heeft het al die paden opgeteld. En als er toevallig wat verandert in die paden, dan kan ook het wat je bij B ziet anders zijn. Je denkt, nou, hij gaat gewoon recht van A naar B. Nee, hij telt al die paden op, en dan kan hij wel uitzien alsof hij recht van A naar B gaat. Maar hij heeft al die paden opgeteld. En als er daar iets gebeurt, iets vreemds gebeurt, kan het best wel zijn dat het resultaat van A naar B anders is, omdat die paden verder weg ook meedoen. Dus je moet alle paden optellen die mogelijk zijn. Dat is een heel, één integraal divergeert al, zo heb ik het gezegd. Dan die, dus het is heel ingewikkeld, maar je moet al die paden optellen. Dat is fijn, en hij gaf allerlei methodes om ze benaderend uit te rekenen. En om ze uit te rekenen hoe de wiskunde is. Dus het is een integraal. Over oneindig veel integralen. Dus het is een pad, integraal, nog een pad. En ik ga de drie paden, daar reken je integraal over uit. Maar je kunt er oneindig veel bedenken. Maar heel vaak als mensen integreren over een pad, zeggen ze dat het een pad integraal. Maar dat is niet het geval. Ik zeg daar... Context of discovery, het komt zomaar even op, ja? Alle paden tussen twee punten, ja. Dan heb je toch alle punten in de hele kosmos? Absoluut. Oh, nou. Ja. Hebt u echt iets tegen wiskundigen of is dat alleen maar een spelletje? Nee, ik heb niks. Ik heb helemaal niks tegen. Heb ik iets tegen wiskundigen? Het is een haat-liefdeverhaal. Het is ook zo leuk om erover te spelen. Dus ik heb. Ik vind soms wiskundigen. Ik heb een aantal met wiskundigen samengewerkt, artikelen mee geschreven. Mijn beste vrienden zijn wiskundigen, nou kan ik niet anders uitleggen en zo. Maar het is altijd wel heel erg leuk om die twee met elkaar bezig te zijn. Ze hebben elkaar nodig. Ze maken grapjes over elkaar. En je ziet gewoon dat heb je met geen enkel ander vak. Het leven tussen de wiskunde en de natuurkunde. En je hebt ook nog een vak dat heet wiskundige natuurkunde. Je hebt een vak dat heet. Toegepaste wiskunde, dat is anders van, dat is de Siam-toestanden. Dus dat komt ze allemaal tegen en het is altijd weer interessant. Maar als ik dan toch weer, ik giet er wel een hele aardig anekdote van, dit is echt gebeurd. Ik heb een jaar of 15 geleden een artikel geschreven, samen met twee medewerkers. En dat is verschenen in de Review of Modern Physics, dat is een toptijdschrift. En daar hadden wij theoretisch uitgelegd dat je een klein bolletje, dan kon je kleiner en kleiner laten worden. Dan divergeert dat weer, we hadden dat ook opgelost. En dan had je een, wat we noemen een puntverstrooier.
zeg maar, in heel klein, veel kleine golflengte van licht en dat verstrooide, hadden we mooi opgeschreven, toegepast en dat was al bekend daarvoor, maar niet wiskundig goed. We hadden het beter gedaan, opgelost, 12 pagina's review van Modern Physics, ontzettend goed geciteerd, ben ik heel blij, heel trots op. En heb ik echt deze week van een paar Argentijnen van, nou, uw artikel, dat heeft ons ontzettend geïnspireerd, we hebben het nu wiskundig goed gedaan. En dan kreeg ik echt 100 pagina's alleen maar proof over mijn werk. Ik snap er echt helemaal niks van, ik zou het zeggen. Ja, dus, echt. Maar ik schijn hem wel geïnspireerd te hebben, maar dat is natuurlijk heel lastig om dat te, dus, niet, dus het is altijd heel lastig, maar soms heb je het echt nodig. En vooral limieten nemen, als dat doen wij natuurlijk heel vaak. Hè, iets oneindig laten worden of nul laten gaan, dat gaat vaak niet goed. En dan help je de wiskundige erg om hoe het dan wel goed gaat. Dus ik ben een beetje lang en draadig in mijn antwoord. Ik heb niks tegen wiskundigen, maar ik vind het fantastisch hoe die twee vakgebieden elkaar een haat-liefdeverhouding met elkaar hebben. Ik het zo zeggen. Gezien het feit dat Feynman vooral bezig was met het, niet zozeer met het creëren van natuurwetten, maar meer met methoden om het uit te rekenen wat al bekend was. Is hij er niet beter te karakteriseren als een briljant wiskundige dan als een natuurkundige? Nou, dus is het een betere wiskundige? Als het is een heel goede vraag. Hij zelf zou natuurlijk zeggen van niet. Het is wel zo, er is een Feynman gevraagd van wat hij van zijn eigen carrière vond. En daar heeft hij gezegd dat hij het teleurstellend vond, omdat hij nooit iets nieuws uitgevonden had. Dat zei hij dus wel, dat ik het zo zeggen. Dus, kijk, hij is veel te slordig voor een wiskundige. Slordig als alle natuurkundigen slordig zijn. Dat is geen denigerende opmerking bedoeld of zo, maar zeker niet. Maar hij was wel erg aan de wiskundige kant van de natuurkunde. Absoluut, die padintegraal is wiskunde. Maar hij had daar wel de geniale invallen om die toe te passen op elektronen, hè? Op hoe elektronen zich bewegen en dat die een eindige massa hebben, dat die massa niet oneindig is en zo. Dat heeft hij allemaal toegepast, maar hij heeft hier wel zijn eigen wiskunde voor ontwikkeld. Dus het is niet zozeer dat hij nieuwe dingen, hij heeft niet iets ontdekt, methode. Het is wel heel bekend, er is een discussie tussen Wilder en Feynman en ik vergis me altijd wie Wilder was en wie Feynman. In de discussie, maar Wilder was zijn promotor, hè, zijn PhD, een hele beroemde natuurkundige. En die Feynman-pad-integraal, dat is het mooie, dat is ook in de tijd, dat pas kan je in de tijd doorlopen. En als dit een elektron is in de tijd, en je gaat terug, wordt het een positron. Dus diezelfde wiskunde geef je het antideeltje. Nou is het probleem, zeker als je bijvoorbeeld colloïdale oplossingen hebt, zoals ik, daar werk je mee, mayonaise en zo. Het ene mayonaisebolletje is net iets groter dan het andere en dat is heel vervelend, dat noemen we metamaterialen. Maar elk elektron heeft precies dezelfde massa. En elk zilveratoom heeft precies dezelfde massa. En dus Wilder belt Feynman op en die zegt tegen Feynman van, why do all electrons have the same mass? Waarom hebben alle elektronen dezelfde massa? Maar in die Feynman-pad-integralen is alles eigenlijk een pad. Dus Feynman zegt, that is because they're all the same electron. Dat is heel diep, hè? Het is allemaal hetzelfde elektron in alle momenten in de tijd. Hij heeft er heel diep over nagedacht, maar hij heeft niet iets nieuws ontdekt. Die betekenis, maar hij heeft wel geniale gereedschappen voor anderen bedacht, laat ik het zo zeggen. Zou je het kunnen zeggen, ja. Mijn vraag zit een beetje tussen de rechtvaardiging en de discovery in. Kun je iets zeggen over zijn rol in het Manhattan-project? Ja, hij is gevraagd voor het Manhattan-project. Het Manhattan-project was voor de Tweede Wereldoorlog om een atoombom te maken. De Amerikanen wilden een atoombom maken om de Japanners en de Duitsers te overwinnen. Ik weet niet of dat nou na Pearl Harbor was, in ieder geval dat heet het Manhattan-project. En er werden alle briljante natuurkundigen gevraagd om mee te doen. En dat was, en ook dat was heel beroemde mensen waren erbij, alle top natuurkundigen waren erbij. Dat was eigenlijk de eerste keer dat je sprak van valorisatie. Ik weet niet of je valorisatie kennen, maar goed, toepassing van de natuurkunde. Hij heeft daar wel gewerkt, maar voor zover ik weet was zijn bijdrage daar niet heel erg belangrijk. Hij was heel jong.
Hij was niet heel belangrijk, hij heeft er gewerkt en hij is de boek schrijft hij over dat hij voornamelijk alle safes heeft gekraakt van die daar in het laboratorium. Hij heeft wat dingen gedaan. Ik weet niet in detail, maar het is niet dat daar iets heel goede natuurkunde uitgekomen is. Nee, dus ik kan er niet veel over zeggen, maar daar heeft hij zeker geen vooraanstaande rol gespeeld. Maar dat is ja context of discovery, dat is context of discovery zou ik zeggen. Had hij iets moois ontdekt, zou het context of justification zijn, maar nee, dat is dus, het wordt ook niet heel veel over gezegd eigenlijk. Nee. Ja, waren ze allemaal mee bezig met de kritische massa. Maar dat is niet van hem afkomstig gestaan. Nee. 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 Bijzonder genoten van uw voordracht. Feynman wordt natuurlijk vaak geassocieerd met het standaardmodel. Ja. Nou hoor ik steeds weer, ik ben geen expert, dat daar een groot aantal constanten in zitten die je uit het experiment moet halen. Is dat niet een nadeel? Zou je niet een theorie wensen waar die constant is? Nou, dus theorie volgen. U stelt me heel veel vragen en ik ga ze ook proberen te beantwoorden. Maar dus het gaat erom van wat is het standaardmodel en Feynman enzovoort. En hij zit er geen nadeel aan het standaardmodel. Nou, ik heb een inaugurale reden gehouden 30 jaar geleden. Die heette de arrogantie van de fysicus. Na afloop weigerde Geert het hoofd om me nog een hand te geven. Dus ik kan iets over de hele fysica. Nu geeft hij me wel weer een hand tegenwoordig, hoor, kan ik je vertellen. Maar het is dan weer bijgelegd. Maar Feynman had een alternatief model voor het standaardmodel. Dat heette het Parton-model. Dat heeft het niet gehaald. Dat was niet goed. Dus Feynman had een eigen model. Typisch weer Feynman. Hè? Iedereen werkt aan het standaardmodel. Maar hij werkt aan zijn eigen model. Dat heette het Parton-model. Dat bleek niet goed te zijn. Heeft het niet gehaald. Al die anderen gingen door met zijn padintegraal voor het standaardmodel. Oké. Uw andere vraag was van, is het dan niet heel erg, weinig bevredigend dat er allerlei getallen in moeten zitten in het standaardmodel. Dat is heel onbevredigend, vind ik ook. En dan zeggen de hoge energiefysici, ja, maar dan moet je naar stringtheorie gaan, waarvan sommige van mijn collega's zeggen, dat is geen subatomaire fysica, maar subatomaire wiskunde. Daar moet ik over nadenken. Maar goed, het zijn allemaal beloftes, het is allemaal niet helemaal duidelijk. Nu zeggen ze, ja, we weten nu waar de massa vandaan komt, dat is het Higgsdeeltje. Ik ben ervan overtuigd dat als we de massa via het Higgsdeeltje gevonden hebben, dat ze weer een andere vraag vinden. Ja? Waarmee ze weer op het NWS vandaan komen. Dus het is tamelijk onbevredigend om een theorie te hebben waar heel veel constantes in zitten, absoluut. Maar ik zeg meestal dat ze vragen, ik weet het niet. En zij weten het ook niet, maar ze zeggen dat ze het wel weten. Dat is het verschil. Ja. Dus, omdat ze hebben allemaal gevechten onder media-aandacht en zo. Hè. Als je die ontzettend goed geregisseerde persconferentie van Sen en zo, denk ik van, de week ervoor dan hebben ze een persconferentie dat ze een bijna gevonden hebben en dat soort dingen allemaal en zo. Eerst naar de New York Times in plaats van naar je toptijdschrift. Dus het is allemaal goed over nagedacht. Maar ja, terugkomend op de kern, dat is onbevredigend. Daar hebben we helemaal geen antwoord voor. En of stringtheorie dat antwoord gaat geven, dat weten we wel niet. Maar zeker, ja, net zo goed als, bedoel, wat is de massa van een elektron? Waarom is het wat het is? Dat is een van die getallen. Nou ja, wat is het? Bedoel, dat is onbevredigend. Het antropische principe is, oké, dus we gaan een heel lange discussie krijgen. Het antropische principe is dat het dichtst bij dat je bij God kan komen als natuurkundige. En de grap is, dat heb ik heel goed bestudeerd. Een van de eerste die het antropische principe bezigde was Augustinus. Dat is een heel bekende katholieke bisschop, 500 na Christus of zo. Ja. En die had ook over. Het gaat allemaal over het feit van, je beschrijft de wereld. En dan heb je parameters van de wereld te beschrijven. Fantastisch, driedimensionaal, massa van het elektron, weet ik veel, al dat soort dingen beschrijf je, zwaartekrachtconstante van Newton, die heb je als parameters. En dan ben je natuurlijk een beetje op zondag en het regent buiten, of het waait een beetje hard, dan ga je een beetje aan die parameters veranderen, je weet het nooit. Maak je van drie dimensies, maak je twee dimensies, weet jij veel. En dan klopt het allemaal niet. En dan zeggen wij van, we zitten net in die wereld waar het wel klopt. Dat noemen ze het antropische principe, ja. En dan zegt een ander weer, ja, maar God heeft die parameters zo gemaakt dat wij net daarin konden zitten. En zo, ja. En dat is een beetje dood gegaan in de jaren 1970. Dat is heel erg,
heel erg veel gereformeerde wetenschappers hebben het anthropische principe naar voren gebracht. Dat is helemaal doodgebloed. Ik heb het dag gebruikt van inauguraal. Daarna was dat was 1985 of zo. 10, 15 jaar hoor je er niks meer over. Toen kwamen de stringtheorieën en die herontdekten het anthropische principe. Want in de stringtheorie heb je 10 tot de 10 tot de zoveelste heelal. En in al die heelallen is geen leven mogelijk, behalve in diegene waarin wij zitten. Maar dat is wat wij noemen in de filosofie, wij, wie ben ik, hè, maar wat in de filosofie genoemd wordt, dat is een cirkelredenering. Die is niet, die kan je niet zeg maar rechtvaardigen, die kan je niet ontkennen en bevestigen. Dus het is, dat is geen wetenschap. Heet die voornaam, heet die Earl Stanley Gardner, die hoofdredacteur van Scientific American columnist, die altijd wiskunde stommetjes, dat was Gardner heette die geloof ik. Hè. En die heeft een boekje geschreven over het anthropische principe en die zegt ergens van, die vond het totaal stomzinnig en die zei als een uitspraak hieruit ontlenend van, wat ben ik blij dat mijn ouders elkaar gevonden hebben, anders was ik er niet geweest. Dat is het principe, begrijp je? En maar er wordt heel veel over gediscussieerd. En in de stringtheorie tegenwoordig wordt dat heel erg serieus genomen. Omdat ze erg in de maag zitten met die bijna oneindig veel mogelijke heelallen die er zitten. En er zijn er maar. En we zitten in eentje van die. In die theorie, enzovoort, enzovoort. Ik probeer het heel erg handwaving en als buitenstaander uit te leggen. Maar dat principe is heel bekend, komt elke keer weer naar boven. Er is een heel mooi boek over geschreven van Bruce Carter. En dat kan je aanleggen. Dat gaat echt door terug tot Augustinus. Je moet altijd maar weer nieuwe vormen van anthropische principes gebruikt zijn. Elke keer zijn ze weer nieuw. En staat er weer een stuk in NRC wetenschap bijlaag. Ik denk van, oh god, dit is weer herontdekt. Maar goed, dus. Goed, ik denk dat we zo geleidelijk aan dit einde komen van dit zeer fascinerende uur. En misschien was het ook wel goed om te eindigen met dit soort diepzinnige opmerkingen. Want als blijk van onze waardering en uiting van onze waardering voor het ontzettend leuke verhaal wat u heeft gegeven. En de prachtige opsomming van feiten. Willen we u hierbij een boekje overhandigen. En toen wisten we alles, een pleidooi voor oppervlakkigheid. Okay. En dat we hierbij u kunnen bedanken voor... Fantastische lezing. Dankjewel. Dankjewel. Okay. Dankjewel.